keer op keer wordt er zonder val nog eens dunnetjes over gedaan. We willen niet vallen. We willen juist hogerop. Los van de aarde. Vrij als een vogel. Als een engel. Nooit eerder is er zo hard aan het aardse paradijs gewerkt als in onze eeuw. De communistische heilstaat, dat is onze Hof van Ede. En toen die bijna af was, in 1956, hebben de Sovjets deze toren van triomf geschonken aan het Poolse volk. Zodat iedereen kon zien hoezeer Karl Marx het bij het rechte eind gehad had. Het ideale isme is het communisme. Zij heeft met dien verstande dat Marx zich een beetje in de soort vergist heeft. Want niet de mensen, maar de mieren, dat zijn de ideale communisten. Bij de mieren, daar staan arbeiders en soldaten zij aan zij tot heil van het een en al, de staat. En zo bezien heeft het communisme meer succes gehad dan Marx ooit heeft durven dromen. Want er zijn 10 miljoen miljard mieren op de aarde. 10 miljoen miljard communistjes met een gezamenlijk gewicht groter dan dat van de hele mensheid. Het communisme had het Rijk Gods allang beërfd voordat Marx ooit dat manifest ook maar geschreven had. Ga tot de mier, sprak koning Salomo. Ga tot de mier, gij luiaard. Zie hare wegen en word wijs. Nou, die raad heeft u dus niet opgevolgd. Mensen gaan niet naar de mieren. Mensen laten naar de mieren gaan. Door biologen. Die maken de natuurfilms van waar de mensen naar kijken. En ja, zo wordt het natuurlijk nooit wat. Op de film zijn die mieren altijd maar ergens mee bezig. En zij niet alleen. Roofdieren moeten nog even op pad om vlees te halen. Vogels vullen het ene na het andere hongerige snaveltje. Druk, 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 druk. Het voortbestaan van de soort moet verzekerd worden. In de natuur. Daar heerst nog volledige werkgelegenheid. Daar zie je geen leeglopers of lantefanters. Tenminste, op de film. Van al die films worden mensen zelf steeds drukker. Want als al die beesten het doen, dan zal het wel natuurlijk zijn, toch? Dus wekkers rinkelen voor dag en dauw, werk wordt verzet en nagedane arbeid wordt de vrije tijd grondig besteed. Nijver als de mieren willen we zijn. Zo worden we nooit wijs. Ga liever zelf filmen. Filmers, die weten dat je uren, dagen, weken, maanden moet wachten tot de natuur eindelijk eens iets doet wat de moeite van het filmen waard is. Want beesten, die maken zich niet zo druk als wij. Hoe zou een beest moeten weten dat het leven maar kort is?
Cheetahs rennen wel het hardst van iedereen, maar niet verder dan een paar honderd meter en vooral ook niet te vaak. Meestal slapen ze of soezen ze maar wat. Tot wanhoop van de filmploegen, maar tot groot genoegen van hun prooi. Die heeft ook rust nodig. De krioelt wel eens wat in zo'n kudde, maar het is net hoog Katerijnen. Eigenlijk gaat niemand echt ergens heen. En luiaards gedragen zich al helemaal niet. Ze slapen het grootste deel van de dag. En wat ze de rest van de dag doen, is ook niet echt wakker zijn. Maar daar zie je niet veel van op de film, want niks doen beweegt niet. En wat niet beweegt, komt niet op de tv. Toch is niets doen ook gedrag. Een uur niks doen kan een dier meer opleveren dan een kwartier hard werken. Want hij bespaart zich al het eten wat hij anders bij elkaar had moeten garen. Dus laat een winterslaper maar lekker de hele winter slapen. Want niksen is niet alles, maar het heeft ook niks gekost. Mens, die zouden eens wat vaker moeten niksen. Maar ja, mensen moeten altijd weer iets maken. Een brug of een huis, oorlog. Of gewoon maar ruzie. Zelden luisteren ze naar hun lichaam. Met pijn vertelt dat je van de kachel af moet blijven. En met vermoeidheid laat het weten dat het nu wel welletjes is geweest. Hadden de mensen maar wat vaker niks gedaan, denk ik wel eens. Oké, we zouden geen Eiffeltoren hebben gehad en misschien geen bubbelbad. Maar we hadden ook geen file op, geen vierbaanswegen, geen ponypark Slagharen, geen troonrede en geen Lelystad. Daar hoefden we allemaal niet meer heen. Zeeën van tijd zouden we overhouden om te niks. Wat een paradijs. En we zouden eindelijk begrijpen dat lui lekker land niet lui is omdat het zo lekker is. Maar lekker, omdat het zo lui is. Wat vervoerde het toestel? Wat zochten buitenlandse functionarissen op de rampplek? En was een veilige landing mogelijk geweest? Raadsels rond de Bijlmerramp. Bij het zoeken naar de vliegtuigresten werd de cockpit voice recorder van dit toestel nog niet gevonden. De recorder is van groot belang bij het onderzoek naar de oorzaak van de vliegramp. Hello, 1-8-3-2, de clearance Tel Aviv van Arnhem departure, 1-8-2 voor de schok, 2-1-4-2. Good afternoon, 357, the checks, line up and sequence on 24. 27, Midland 207, thanks mate. Wat we eigenlijk dachten op de weg daar naartoe van, nou, dit is een oefening. Eigenlijk stom dat we dat met een praten ploeg moeten doen, maar vooruit maar weer. En toen kwam het bericht dat het een vrachtvliegtuig was. Dan is je eerste reactie, oh, dan zijn er in ieder geval weinig doden in het vliegtuig. En dan concentreert het zoeken naar gewonden en doden zich in het flatgebouw. De 63 wil een ambulance. We wonen op de 63 wil een ambulance. Dat is echt heel, heel vreemd gezicht. Als ik bang ben of wat dan ook, dan zie ik dat nog wel eens. Zo raar is dat, zo'n impact heeft dat. Dan zie je dus een vliegtuig liggen.
En aan weerskanten staan 20 rijen woningen staan gewoon van onder tot boven helemaal in de fik. De helikopter hangt nu aan de andere kant en de brandweer heeft het verder zelf overgenomen. Over. Wij hebben aan de kant gestaan, of ik heb gestaan, aan de kant waar het vliegtuig de flat ingevlogen is. En de wind kwam van de andere kant af. En wij hebben dus eigenlijk vanaf 7:15 tot 10 heb ik in de rook en in de wallen staan. Het is zelfs zo erg geweest dat ik had een bodywarmer aan van mijn baas. En die hebben we weggegooid, want die was niet meer, daar was de lucht van kerosine en zo was er niet meer uit te krijgen. In januari 94 is mijn ziekteverhaal eigenlijk begonnen. Dat was 2 jaar na datum ongeveer. Voor die tijd ben ik nooit ziek geweest. En in 94 heb ik een bult uit mijn nek weg laten halen. Dat bleek kwaadaardig te zijn. Dat is bestraald geworden dat jaar. En vanaf dat moment word ik constant geconfronteerd met klachten waarvan de specialisten zeggen van ja, je hebt wel wat, maar we weten niet waar het vandaan komt. Toen bij mij die kanker geconstateerd is, heb ik tegen mijn vrouw al gezegd van het zal toch niet van de Bijlmer zijn. Hoe kun je in hemelsnaam bewijzen dat het iets met die Bijlmerramp te maken heeft? Nou, dat is ook een hele grote probleem. En ik weet niet of we het ooit kunnen bewijzen, maar wat we eigenlijk willen is horen dat de stoffen erin gezeten hebben en dat die wel degelijk gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Ik heb met 6 van mijn collega's uit onze eigen regio beneden gestaan. Zijn die ook ziek? Nee. Maar hoe reageren ze op u? Zij denken dat het tussen mijn oren zit. Eigenlijk zeggen ze heel in verscholen termen dat ik me aanstel. Sommige collega's. In eerste instantie gaat het even om het belang van de zaak. Want we gaan straks de lijnen openstellen voor mensen die gaan bellen over medische klachten die zij ervaren naar aanleiding van de Bijlmerramp. En wanneer ik het heb over medische klachten naar aanleiding van de Bijlmerramp, zit wel met een aantal problemen, omdat die ramp 5,5 jaar geleden heeft plaatsgevonden. En medische klachten is ook een heel wijd verbreid begrip waarbij het gaat om lichamelijke zaken, maar ook heel goed om geestelijke zaken. Het gezondheidsonderzoek naar de Bijlmerramp is gisteren van start gegaan met een speciaal telefoonnummer. Verwacht wordt dat tientallen buurtbewoners, maar ook hulpverleners zullen reageren. De ondernemingsraad heeft 30 namen doorgegeven aan de dienstleiding. Zo was dat ook afgesproken met de dienstleiding. Die collega's komen spontaan naar ons toe. Het is dus niet zo dat wij aan het ronselen zijn, maar die bellen spontaan naar ons op. En die zeggen, nou, wij willen graag deelnemen aan een mogelijk onderzoek wat er is, omdat ik bepaalde problemen heb. Nou, die lopen dan uiteen van vlekken op benen, echt een soortement open wond. Op de voeten, op de armen of op het lichaam. Kleine wondjes, maar ook ademhalingsproblemen. En die willen graag deelnemen aan het onderzoek dat wat daar mogelijk nu door het AMC gaat plaatsvinden. Nou, zoals veel anderen zat ik naar Studio Sport te kijken. Op dat moment zie ik een heel groot vliegtuig over mijn huis heen komen. En ik zie het vliegtuig in de verte verdwijnen, maakt daar een hele grote cirkel. Mijn aandacht werd met name getrokken door een hele grote rookpluim aan de achterkant van het vliegtuig. Het frappante was ook, toen het vliegtuig was verdwenen in de nevels, dat ik ook helemaal niet verbaasd was dat even later een telefoontje binnenkwam en dat er een vliegtuig was neergestort in Amsterdam Zuidoost op een van de flats. Vermoedelijk voelde ik daar toch van binnen dat er iets niet in orde was. Voor zover mij bekend moet het dan, als ik naar deze kaart kijk, de tweede keer zijn geweest. Dan denk ik dat deze route niet helemaal zo krap is geweest zoals hierop staat. Maar dat de route wat groter is geweest, omdat hier woon ik ongeveer. Dus dat betekent dat de route wat groter moet zijn geweest. En dat is een verschil van? Ik denk dat het verschil is van zo'n 10 kilometer. 1103. Wat wordt er nu gezegd? Ja, mag 01 aan de overkant mag hij landen. Nico Verhaar is vliegtuigspotter. Meerdere malen per week is hij op Schiphol. Een van de kisten die net opgestegen is en die moet zich nu melden bij de radar die het uitvliegende verkeer begeleidt. 535 is take-off.